Goedenavond. Dankjewel Paul voor deze mooie introductie. We lieten het even wat kleine technische details aan, maar daar gaat me wel omheen als ingenieur. Wie van u heeft er al zonnepanelen op zijn dak? Ik heb het al omhoog gaan. Wie van u zou graag zonnepanelen op zijn dak willen? Oh, ik zie nog meer handen omhoog gaan. Dat is heel goed, daarvoor zitten we hier vanavond. Ik geef vaker presentaties over zonnepanelen vanavond. Ik wil het ietsje anders doen. Ik word bijstand van mijn liefdalige assistente Janine. Ik sta daar achter de camera. En zij kan u ook weer helpen in de pauze met formulieren en pennen en papier, mocht u daar behoefte aan hebt. Moet u gewoon even vragen en dan komt ze bij. Dank u wel voor uw tijd. Ik vind het fijn dat u hier bent en naar mij wil luisteren. U had deze avond ook op andere manieren kunnen spenderen. Leuke dingen doen, een spelletje doen met het gezin, lekker voor de televisie. Ik heb ervoor gekozen om hier te zijn, daar dank ik u voor. Mijn naam is Hans Duiker, ik ben nu 37 jaar, ik ben elektrotechnisch ingenieur. Een hartstikke mooi vak. Ik zou het niet meer anders willen. En ik heb me 4 jaar geleden op de zonnepanelen gestort, omdat ik vond dat er actief actie moest worden ondernomen om zonnepanelen in zwang te krijgen op stoom. En dat doe ik met hart en ziel, met liefde, met vuur. Elke dag dat ik wakker word, ga ik ervoor om zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken te krijgen. Elke dag weer. Met het grootste plezier. En de afgelopen 4 jaar heb ik heel veel geleerd. Zowel als persoon, als ondernemer, als elektrotechneut. En ik wil u niet vertellen, als u in een technisch vakgebied zit en u zit nou ook een centimeter buiten de gebaande paden, dan mag u weer opnieuw in de boeken, opnieuw studeren. Er zijn weer nieuwe dingen. De markt ontwikkelt zich continu. En datzelfde geldt ook voor de zonnepanelen. Dus ik heb heel veel geleerd en gedaan. En ik vind het heel prettig dat ik vanavond voor jullie mijn verhaal mag doen. En ik hoop dat jullie er iets van opsteken. Als u een vraag heeft, steekt u uw hand op. Mijn andere collega Paul van Boerkerker, die heeft de microfoon. Die zal dan even naar me toe komen als u een vraag heeft. Ik wil beginnen met mijn computerscherm eventjes, netjes de geest om aan te zien. Even kijken, gewoon met de basis van zonne-energie in Nederland kan dat allemaal wel. Het is in Nederland, we zitten maar bijna bij de Noordpool, als je het van een afstandje bekijkt. En we zijn zeker niet het zonnigste land ter wereld. Maar er zijn hier gewoon wat feiten, ik ook elke dag wordt het licht, veel of weinig, dat varieert, gemiddeld 1750 zonuren. Door zonne-energie kun je optimaal gebruik maken van bestaande gebouwen. Je hoeft niet per se iets nieuws te bouwen daarvoor. Je kan gewoon de bestaande gebouwen nog een keertje een meerwaarde geven. Heel veel daken zijn geschikt. Het is leuk om te doen en leerzaam. Ik vind het geweldig om te zien of ik nou 1 zonnepaneel op een dak leg of 60. Zodra er 1 paneel ligt of 60, de mensen gaan elke dag in die week erna naar hun meterkast. Ze doen hem open en jawel, de meter loopt achteruit. In ieder geval de eerste weken. En dat triggert bij mensen iets. Je ziet het vuur in die ogen twinkelen. Ze weten dat ze op dat moment energie aan het net aanwezig zijn. En dat is, vind ik, heel mooi om te zien. Hoe dat mensen verandert, inspireert en laat zien dat het gewoon kan. Directe zicht en bijdrage. En dat mag voor zich spreken. Ik heb hier een instralingskaart van het gemiddelde aantal zonuren in Europa. Pointer. Wij zitten hier. Voor het geval dat ik het niet. Nou, hieronder zit een instraling. Ik zal de details een klein beetje laten sparen. Deze kaart is eigenlijk duidelijker. Hier staat het aantal zonuren gemiddeld in Nederland. En wij zitten nu hier in Den Haag. En qua temperatuur wint het oosten het altijd. Ik vind dat altijd vervelend als je het weerbericht aanzet en je kijkt naar de temperaturen. En het is hier is het altijd lekker warm in de zomer, 25, 30 graden. En hier is het gewoon 5 graden koeler. Maar qua zonuren, dan wint de oostkust het een keertje, of de westkust wint het een keertje. En dat scheelt niet zo heel veel tussen de 1800 en 1500, 10-20%. Maar toch, even mooi meegenomen. Daar hoeven we niks voor te doen, want we zitten hier nou eenmaal. Ik
Ik laat even deze graag zien. Deze staat ook heel veel op internet, is deze te zien. Hoeveel van mensen van u kent deze schijf? Ik zie hier toch wel zo'n beetje een derde van de zaal de hand omhoog zetten. Meneer, kunt u mij vertellen wat dit inhoudt? Als je naar de oriëntatie van je huis kijkt en hoe de zonnepanelen naar de zon gericht zijn, dan kan je op deze schijf zien dat bijvoorbeeld bij het zuiden dat je dan 100% effectiviteit hebt. En als je bijvoorbeeld op het westen zit of het zuidwesten, dan neemt dat af naar 90, 80 of 70%. Ja, nou, dat klopt. Dank u wel. Mag ik nog even de handen zien van de mensen die deze schijf eerder gezien hebben? Paul, ook de microfoon eventjes bij die jonge man daar met de taal. Dus ik kan even je naam niet zien, maar ik had daar nog een vraagje over. Deze meneer vertelde dat inderdaad de presentatie van je dag is cruciaal inderdaad voor de effectiviteit van zonnepanelen. Wat is deze factor die hier staat? Staat hier 100? Staat hier 30? Ik zie hier allemaal leuke kleuren. Kan jij daar nog iets aan toevoegen? Nou, wat ik eigenlijk nog wel miste is dat ook de hoek van je panelen in die grafiek is meegenomen. Althans, zo heb ik het altijd begrepen. Dus als je een hoek, als je hem volledig plat hebt, dan lig je in het centrum van de cirkel. En als de hoek toeneemt tot 90 graden rechtop staand, dan zie je ook wat dat voor effect heeft op de opbrengst. Maar die schaal is dus 100% van het maximum wat hij kan opbrengen. Ja. Van de paneel. Dus het is niet de 100 watt. Oké, dankjewel. Je hebt hem goed gestudeerd. Mag ik een applausje voor deze man? Wat heb ik hier nog voor taak als alle kennis al in de zaal zit? Heel internet staat zeker tegenwoordig, dat was 4 jaar geleden al anders, kan ik u zeggen, staat helemaal vol met informatie. Dus daar ga ik me niet al te veel mee vermoeien. Dat is mijn huis. Hier opvolgend, ik laat het blijven staan, vind ik een leuke oefening om te doen. Ik zie dat een aantal van u heeft een pen en papier bij zich. En dat is niet voor niks. Ik heb hier zo'n schijfje in het klein. Ik heb er helaas maar een aantal. Hiermee ben je dus zelf inderdaad de oriëntatie van je huis doen. Dus het zuiden is hier en dan hier heb je een schijf en daarmee ben je dus de hoek van de oriëntatie van je huis, van je dak, waar jij net over had, ben je positioneren en dan zie je hier inderdaad het aantal graden waar je dak op ligt. Nou, Janine, zou jij er een aantal willen uitdelen? Heeft iedereen een papiertje bij zich of even iets om op te schrijven? We gaan even een oefening doen. Die daar gerelateerd is. Toen komt voorbereid, zag ik. Iedereen weet wel waar die woont. Iedereen weet wel hoe zijn huis eruit ziet. En dat is het verzoek om uw huis te tekenen. En dan vooral het dakoppervlak is dan belangrijk. En dan gerelateerd aan deze schijf. Er zijn dus een aantal schijven die onderhoud kunnen overleren. En dan voor uw eigen huis, ook de mensen die op panelen hebben. Trouwens, is ook een leuke oefening voor jullie om te kijken of de panelen die jullie hebben liggen. Ik zag een paar handen. Of die daadwerkelijk opbrengen wat ze zouden moeten doen. U had een vraag? Hoe lang heeft u ze er al op? Ik heb hier een vraag van de meneer. Ik heb ze er 1 jaar op liggen. En de oriëntatie is zuidwest. Zuidwest. Wat is het vermogen van de installatie? Dus 3
kilowatt. Dus 12 panelen, 3 kilowatt. En ze brengen op 1000 equivalent volasturen. Dus dat is dus 3000 kilowattuur. 3000 kilowattuur per jaar. Dank u wel. Heeft iedereen een schetsje, een tekening van zijn dak en een gemiddelde oriëntatie? Ik zie de schijfjes hier driftig van hond naar hond gaan in de zaal. Heeft iedereen iets op papier waar hij mee kan werken? Dat is een hele goede vraag van meneer Hassan. Deze instralingsgrafiek is voor Nederland ontwikkeld. Als u ergens anders op de wereldbol dezelfde rekening wil maken, moet u inderdaad een ander soort instralingsschijf hebben. Die informatie is vrijelijk toegankelijk, in ieder geval voor Europa, voor Noord-Amerika en voor het grootste deel van Azië, dus voornamelijk Japan en de ontwikkelde delen van Azië, noem ik het maar. Zuid-Amerika, Afrika is nog niet in kaart gebracht. Daar zijn ze wel hard mee bezig. Maar als u dat daar wil werken, dan kunt u ook dezelfde breedtegraad pakken en dan naar onder publiceren en dan komt u heeft u een eigen schatting. Is uw vraag beantwoord zo? Meneer, heeft u een momentje voor de energieopbrengst, het totale van een heel jaar, van 12 maanden, of is dat een piek? Kijk, van zomerse stadium is omhoog en zwinters staat lager. Ik kom daar straks op. Oké, en dan moet je dus het gemiddelde. Ja, het is een gemiddelde. Het gemiddelde van de zonnestand is er misschien ook niet bij, dat je maximaal is bereikt. Nee, u gelijk, ik kom daar straks op terug, want als ik op de tijd ik wil even verder oefenen. Oké, nou is de vraag, of u even met uw buurman even wil communiceren wat het rendement van uw dak is. Dus eventjes tweetallen maken als dat kan, of drietallen als dat niet lukt, tweetallen, en dan gaan we even met elkaar overleggen waar u op uitgaat. Ik ga handen tellen, dus als u de hand omhoog wilt doen, als het relevant is. Tussen de 100 en 90%, die kwam daaruit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, niemand meer, 19 handen. Tussen de 89%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mensen. Oké. Okay. Tussen de 80 en de 70%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, okay, dank u wel. 70 en minder. 1, 2, 3. 3 handen. 3 handen slechts. Oké, okay. Dank jullie wel. 3 keer. Nou, de cijfers die spreken voor zich. De meeste mensen halen een behoorlijk rendement. Ik zie zo snel als 3/4 van de mensen zit boven de 80% op hun eigen dak. Dat is wel zo. Dit zijn gegevens die zijn niet te beïnvloeden. U heeft een huis en er zit een dak op met een bepaalde hellingshoek. Dat is correct. Ja, net zo goed als u nu allemaal op het zuiden of in het westen de panelen hebt zitten. Maar er zijn een paar ongelukkigen bij die met noorden en het oosten moeten zetten. Dat is correct, ja. Het is en dat betekent dat je dan meer panelen moet zetten. Dat is één oplossing, dat is correct. Ja, wat deze conversiefactor zegt, laten we gewoon voor het gemak een keertje 50% nemen, dat is wel heel slecht, maar dat is dan inderdaad naar het noorden ergens. Laten we zeggen, pas van die panelen leg je er dan 20 neer. En dan heb je gewoon wel je opbrengst, maar dan heb je meer panelen. Maar dat zijn technische oplossingen. Het is puur even een indicatie. Dank jullie wel voor je eerlijkheid. Ik vond het een leuk experiment om te zien waar de gemiddelde Nederlander uitkomt. Ik zie daar een hand omhoog voor een vraag. Is het belangrijk voor deze oefening nog? Die wil ik graag afhebben. Even een momentje dat u de microfoon. Als je een zadeldak hebt, dan heb je dus twee dakken op een dak. Hetzelfde hoek. Mag je dan de percentages hier gewoon middelen? Ja. Mag je bij elkaar een zadeldak op één vlak, een soort lessenaar. Punt. Ja, dat kan je middelen. Ja, bijvoorbeeld als we dus 5 panelen daar leggen en 5 daar. Met die 5 hebben we dus een ander rendement dan die 5 daarboven. Of als je 10 boven hebt, 5 daarboven. Kun je bij elkaar optellen. En nogmaals, het is een indicatie. De meeste mensen die ik ken, die zitten hier overheen. Zijn er nog meer vragen specifiek voor deze oefening? Oh, ik zie een overhandel. Ik geef even het woord aan die meneer. Kijk, wie daar meneer, in het midden? Mijn huis die heeft een plat dak. En die heeft veel last van een flat wat er in de buurt staat, waardoor ik ontzettend schaduw heb. Vandaar dat ik een, geen 80 meter heb, maar 80, 70 genomen om het rijk te rekenen. Oké, dank u wel. Ja, inderdaad, de omstandigheden ter plaatse. Een flat, een boom, schoorstenen, noem maar op, hebben zeker een negatieve invloed op. Want deze tabel geeft inderdaad de waardes aan waar geen rekening gehouden is met de lokale omstandigheden, zoals een schaduw of een boom. Dit zijn puur de cijfers op basis van een hellingshoek en de oriëntatie. Ik had ik nog een vraag? Eventjes dan de laatste hier. Meneer Alexander, u ook? Nou, laatste vraag eventjes voor deze. Ja, de helling van het dak is toch niet zo belangrijk. Maar je kunt een frame onderzetten en de kruidtransier, zie je de meeste panelen op een frame. U heeft nu over een op een frame, waar de panelen op komen. Die staan niet vaak in het buitenland, bijna zelden direct op het dak. Die staan altijd op een frame. Dus als de helling niet gunstig is, niet 30 graden. Oh, u bedoelt voor een plat dak? Op een plat dak, ja. Ook een dak waar niet optimaal de helling heeft. Ja. Dus dat kun je gewoon oplossen. Je hebt wel wat speelruimte. Ik las straks nog even een foto specifiek voor het platdak, want dat heeft wel zijn eigen karaktereigenschappen. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het een leuke oefening vonden. Er zijn een paar schijfjes. Degene die heel graag willen, mogen hem mee naar huis nemen. Wilt u ook zo'n schijfje en zijn ze op? Schrijft u er even in bij Janine, dan stuur ik hem gratis per post naar u na. Ik had vandaag bij de leverancier had ik er 50 besteld, maar die waren niet binnen. Dus ik ben u zo'n schijfje verschuldigd. Wat u daar namelijk mee kan doen, is inderdaad ook elk dak waar u komt. Kun je eventjes een quickscan doen, eventjes een snelle oriëntatie.
welk dak u ook bent, zakelijk, particulier, schuurdak, garage, welk maar niet uit, kan u zelf even kijken de plek met een fijn handig toetsje. Dus wilt u hem hebben, ik ben hem u verschuldigd, excuus dat hij er niet is. Schrijf uw naam bij Janine achter op de lijst, straks in de pauze of na de presentatie die ik ga vragen, krijgt u per post van mij aangestuurd. Oké. Goede resultaten dus bij de meeste mensen. Nou, dit is dan nog een leuk plaatje inderdaad als afsluiter. Ik vond dit wel een heldere tekening. Inderdaad kan zien wat voor dak je hebt en wat je rendement is. Maar dat hebben we denk ik nog besproken. Zonnestroominstallaties. Kijk, nou komen we in de elektrotechniek terecht. En meestal houd ik bij deze slide, maar vandaag ga ik ietsje dieper. Ga ik er wat dieper op in. Zonnestraling. Komt binnen en dan gaat het voornamelijk om de fotonen. De fotonen die ageren, het P- en het N-materiaal, in een cel. Dat creëert een gelijkspanning. De gelijkspanning wordt door busbars afgetapt voor de min- en de pluskant. En dat creëert zonnestroom. Simpel genoeg. Nou, dit is wel een mooi plaatje om er even bij te halen. Er is dus een N-gedoteerde laag en een P-gedoteerde laag. Ik heb het hier even over silicium gebaseerde panelen. Ik heb er hier toevallig één bij me natuurlijk. Niet toevallig, maar ik heb er mij op school. Er zijn ook dunne filmpanelen, die zal ik dan niet in detail behandelen vandaag. Maar de werking is globaal hetzelfde, maar dan met hele andere materialen. Dus ik hou het hier even op silicium gebaseerde wever. De cellen die hierin zitten, bijvoorbeeld deze cellen. Er zijn 5 inch bij 5 inch, dat is de standaardmaat. Dat voor de meeste cellen op de aarde wordt op deze maat geproduceerd. In zo'n paneel zitten er dan 60, zodat het monteerbaar is. Ze hebben het groter geprobeerd, maar dat is niet meer te monteren op een dak, dat wordt te groot. De cel zelf is de motor. Hier wordt de stroom opgewekt. Dit is het actiegedeelte. Ik kan er heel lang en kort over praten, maar als het hier niet goed werkt, dan werkt het ook niet om het net toe terug te voeden, om minder stroom af te nemen, minder kolencentrales, al dat soort dingen. Maar waar loop je nou tegenaan? Met het maakt dit plaatje er heel leuk uit, het ziet er heel simpel uit en zo werkt het ook. Maar in het onderzoeksgebied zijn ze wel verder. We gaan het zo even kijken. Teken hem even na. Dit is dus bijvoorbeeld de N-laag. Teken de P-laag. Waar kom je tegenaan? Nou, als die fotoontjes van de zon binnenkomen, krijg je hier een extra vrije elektron.